Een aantal korte bedenkingen als ik zo de documenten, de budgetwijziging lees, mevrouw De Schepen. Het is in elk geval interessant om te weten dat de rekening 2014 ingecalculeerd wordt in deze oefening. Dus de rekening is nu goedgekeurd en de resultaten van die rekening worden nu meegenomen naar de budgetwijziging en de wijziging van het meerjarenplan. Maar er zijn toch een aantal evoluties die wat bedenkingen oproepen. Dus graag wat uitleg en een verklaring vanwege het stadsbestuur. Met name een eerste punt. In 2015 zullen de op te nemen leningen en leasings stijgen van 14,2 miljoen euro in het oorspronkelijke budget tot 18,5 miljoen euro in de budgetwijziging. Dus meer dan oorspronkelijk gaan we leningen aangaan, gaan we leasings aangaan. Tweede punt, de financiële situatie van de stad kun je natuurlijk afvragen of dat een goed idee is. Tweede punt, het budgettaire resultaat was in het boekjaar 2014 nog positief, maar 2015 zal een negatief resultaat hebben. Als je het boekjaar bekijkt, dus los van kasoverschotten, maar 2015, nu met de budgetwijziging, gaan we eigenlijk naar een negatief resultaat en niet zo weinig. We zitten op min 3,8 miljoen euro, puur op het boekjaar. Oorspronkelijk in het budget 2015, dus wat we hier hebben goedgekeurd in december vorig jaar, was er een licht overschot van, om precies te zijn, 287.347 euro. Derde punt, en dat is eigenlijk het gevolg daarvan, de autofinancieringsmarge is nog altijd positief. Ja, dat is goed, want wat u zegt klopt, niet alle steden slagen daarin, dus dat is positief, denk ik. Maar ze vermindert wel. Die autofinancieringsmarge was nog 1,29 miljoen euro in het oorspronkelijke budget, maar zal nu na deze budgetwijziging zakken naar 753.716,68 euro. Volgende element over de werkingssubsidie van het OCMW, want die wordt verhoogd met 235.826,71 miljoen euro. En ik zou graag wat toelichting willen hebben van u. Blijkbaar zou het gaan om ontbrekende saldi in 2013 en 2014 te compenseren. Maar waarover gaat het dan precies? Over welke facturen, over welke financiële bewegingen gaat dat? Want in de afgelopen jaren heeft het SAS-bestuur er altijd een punt van gemaakt om de dotatie gelijk te houden. En dus nu moet er hier een verhoging zijn van de werkingssubsidie van het OCMB. En dan als laatste zijn er ook een aantal wijzigingen en subsidies. En ik stel vast dat Wijk en Beweging het met 37.000 euro minder moet stellen. Maar ook dat de premies voor groendaken verder verminderen van 30.000 naar 20.000 euro. En ik wil geen discussie voeren die we hier al een aantal keren hebben gevoerd, namelijk de meeuwenoverlast. Maar het is geweten dat als je de meeuwen wil weghouden uit de binnenstad, dat je ze best niet laat broeden in de binnenstad, maar dus met andere woorden, broedgelegenheid heeft buiten uw stadscentrum. En groendaken subsidiëren buiten het stadscentrum en bijvoorbeeld industriezone, zo de meeuwen een stuk weghouden. Dat is ook wat Vogelbescherming Vlaanderen telkens zegt. En tenslotte, de acties rond kinderarmoede, die moeten het doen met 8.000 euro minder. Dus tot daar en graag wat uitleg over die subsidiewijziging. Ja, dank u wel. Enkel nog die subsidieverschuiving, minder premies beschikbaar voor de aanleg van groendaken. Jammerlijke zaak, denk ik. Ik denk dat ik zelf ook wel de verklaring weet, omdat in de jaarrekening is er een statistiek opgenomen, dacht ik, over het aantal aanvragen. En ook daar zitten we een stuk onder de voorziene, de gebudgeteerde aanvragen. Maar dat is natuurlijk niet positief te noemen en ik vind niet dat we ons daarbij moeten neerleggen. Ik denk dat dat een teken is dat we het onvoldoende promoten, eerlijk gezegd. Want alleen groendaken, iedereen kent de voordelen, die zijn wetenschappelijk bewezen. Dus in die zin denk ik dat veel meer Oostendenaars baat kunnen hebben bij die groendaken dan dat er effectief aanvragen zijn. Maar goed, ik geef het maar mee als suggestie om misschien eens na te denken over nog wat extra promotie. Want ik ben er zeker van dat er op zich principieel toch veel interesse moet zijn in Oostende voor dat soort zaken. En dan twee... Ja, financieel, wat u zegt, mevrouw De Schepen, is eigenlijk dat er een aantal verschuivingen gebeuren. Hè? Dus van het oorspronkelijke budget 2015 en dan de budgetwijziging,
En dat kan allemaal zeer zeker zijn. Hè. En ik geloof u uiteraard als u dat zegt. Maar niettemin, als je ziet naar de budgettaire resultaten van het boekjaar, dus zonder rekening te houden met overschotten, denk ik dat je naar schuldafbouw kunt gaan als je puur op je boekjaar wat meer overschotten, wat meer marge zou hebben. En hier is dat duidelijk niet het geval, want allee, er zijn verschuivingen, oké, maar je zit met een negatief resultaat, min 3,8. En in het budget oorspronkelijk was er een overschot voorzien van 287.347. Dus ik wil toch oproepen tot extreme financiële waakzaamheid als het gaat over onze stad.